Het lijkt erop dat de crypto-markt gerust verder kan gaan met stijgen. En dat dus weer een hoop mensen achter zullen blijven, wachten op lagende levels. Of dat ze uit paniek de loze hebben verkocht. En vandaag wil ik je kort laten zien waarom ik dit denk. Hoe ik zelf heb ingespeeld op deze stijgingen. En hoe onze portfolio erbij ligt. Dus laten we er gelijk in gaan duiken. En eerst even kijken naar waarom ik denk dat dit zo kan gebeuren. Om dat te begrijpen, moeten we een simpel concept begrijpen. Wat ik ook al heb gedeeld in de vorige market outlook -like video, en dat is de power of three. Nou, wat zien we vaak gebeuren in de markt, dat er een langere periode van zijwaartse prijsactie is, en dat noemen we ook wel een range. Nou, in een range gebeurt er niet heel veel, behalve dat mensen constant in de val gelokt worden, emoties te zien krijgen en vooral heel erg ongeduldig worden. En die ongeduldigheid, dat is exact hetgene waar jij als lange termijn investeerder of slimme trader gebruik van wilt maken, omdat ja, de mensen die gewoon minder ervaren zijn, die gaan dan verkopen of inkopen puur uit ongeduld. En daar wil jij gebruik van maken. Oké, okay. de power of three, waar ik het nu over heb, zijn drie fases die je kunt herkennen. Ik ga hem heel even kort onderstrepen. Dan ga ik het patroon laten zien uit het verleden. Dan ga ik even laten zien wat voor relevantie dat heeft op het hier en nu. Daarnaast gaan we natuurlijk ook even kijken naar mijn portfolio. We hebben hier eerst een periode van zijwaartse prijsactie gezien. Dat kun je ook wel de distributiefase noemen, of de accumulatiefase. Afhankelijk van of je bullish of bearish bent. Daarna hebben we een fase van manipulatie. Dat is waar de mensen dus denken dat je lagere levels gaat zien. Nou, Die manipulatiefase die dient eigenlijk om mensen in de val te lokken. Te denken dat we naar lagere levels gaan. Bijvoorbeeld die 52k die ook weinig gaten aan het houden waren. En um, om er dan voor te zorgen dat er verkopers komen op lagere prijsniveaus. Zodat jij als grotere speler je zak kunt opvullen. Wat gebeurt er dan? Nou, mensen die in paniek aan het verkopen zijn, omdat ze denken dat je uh, lagere niveaus gaat zien. Of mensen van wie een stoploss is getriggerd worden. Of mensen die geliquideerd worden uit hun posities. Die zie je allemaal verkopen op deze levels. Nou, wat gebeurt er dan? Je hebt natuurlijk als je wilt inkopen als grotere speler, heb je altijd verkooporders nodig. Dus daar kun je slim gebruik van maken. En vaak ga je daarna dus weer terug de range in. Dus hier zo zien we dat. We zien die, die manipulatiefase. En dan komen we daarna rustig weer terug de range in. Nou, dan zie je dus een fase van expansie, zie je vaak gebeuren. En hier zie je dus een soort heraccumulatie plaatsvinden. Oftewel, nieuwe, nieuwe accumulatiefase. Voordat we weer de expansiefase in kunnen gaan. Hier zo, om naar nieuwe highs toe te gaan. Um, feitelijk is dit gewoon een patroon wat we in de gaten kunnen houden. Waarin als we geduldig zijn als beleggers. Rustig gebruik kunnen maken van het feit dat er bijvoorbeeld hier wat angst in de markt gaat zitten en dat we betere inkooptargets krijgen. En dat we dus weten dat er waarschijnlijk hogere levels aan zitten te komen, afhankelijk van het verleden. Nou, ik zal je nu even laten zien hoe die vorige fase eruit zag. En uh, wat mijn algehele visie is op de strategie die ik dan op dat moment hanteer. Kijk, hier zie je weer lange zijwaarts prijsactie. Daarna zie je zelfs meerdere sweeps naar boven toe. Die natuurlijk worden gebruikt om eigenlijk te dumpen op de massa, om zo maar te zeggen. En vervolgens zie je een scherpe beweging naar beneden toe, manipulatiefase. Daarna kom je weer terug de range in. Ben je heel even aan het accumuleren. En daarna gaan we eigenlijk verder om de push te vervolgen, die helemaal richting de all-time high gaat. Hier zo. Nou, dit zou zomaar nog een keer te gebe kunnen gebeuren. En um, over het algemeen ben ik nog steeds gewoon bullish op de lange termijn. Nou, het, ik wil er wel bij zeggen. Het is gewoon een assumptie die ik op dit moment draag uh, op basis van het verleden. We zien een afwijzing van de range. We zien daarna een fase waarin mij en ze eigenlijk aan het wachten zijn op lagere levels. Die lagere levels die komen niet. En vervolgens zie je gewoon een grote push naar boven toe gebeuren. Nou, dat zou dus nu weer kunnen gebeuren. En daar ben ik gewoon op aan het voorbereiden. Uh, gebeurt dit niet? Nou, heel simpel. Dan gaan we dus gewoon verder naar beneden toe. Of we gaan lekker verder, verder doorgaan met range. Verandert dat eigenlijk helemaal niets aan onze strategie. We hebben namelijk al ingekocht op de wat lagere niveaus. En we kunnen dan ook nog eens wachten op nog lagere niveaus om weer in te kopen. Omdat we toch op de lange termijn bullish zijn op Bitcoin op dit moment. Nou, wordt dus niet in de val gelokt op momenten zoals deze. Maar laten we nu even kijken naar hoe de portfolio erbij ligt. Zodat je daadwerkelijk kunt zien hoe we gebruik maken van dit soort momenten. Of hoe ik dat persoonlijk aan het doen ben. Nou. Je ziet hier, als we kijken naar alle orders, dit zijn de gesloten orders, er zijn nog een aantal uh, orders die momenteel niet uh, hierbij staan. Maar je ziet eigenlijk dat ik al sinds nou, eerder dan april bezig ben met langzaam inbouwen van posities. Wat zie je dan ook? Sommige van deze posities staan gewoon in het verlies en dat hoort erbij wanneer je dus in wilt kopen op lagere levels, dan ga je vaak gewoon een verliezen ervaren helemaal op de korte termijn. Daarom moet je dus een goede analyse hebben en daadwerkelijk erachter staan. Maar anders dan kan je namelijk dus niet... De emotionele last dragen die erbij komt op het moment dat je even teruggaat naar uh, oude niveaus van je portfolio. Want feit is wel, deze portfolio stond op 220.000 dollar. Ik heb hem in februari opgezet, toen stond hij op 150.000 dollar. En dat betekent dus dat er 70k bij is gekomen en dat we nu op 175.000 dollar staan. Met andere woorden, er is dus gewoon nou, een kleine 50k, 60k is er vanaf gegaan. En dat kan voor sommige mensen gewoon heel eng zijn. Juist in deze periodes zul je zien dat de hoeveelheid cash in mijn portfolio vermindert. En de hoeveelheid crypto in mijn portfolio groter wordt. Dus hier zie je 5k aan Core bijgekocht. Um, daarna nog een keertje. Even, ja, die staat er niet bij, maar um, ik heb daarna nog een keertje heb ik bijgekocht op wat lagere levels. Dan uh, Commune AI bijgekocht. Eerste keer, dat was 2 april. En vervolgens Creo bijgekocht. Uh, 5k, hier heb ik. With DocWiF With Head heb ik bijgevoegd op 2,77 dollar. Um, je ziet dat ik gewoon hier rustig aan het bijkopen ben. Nou, komen we bijvoorbeeld hier bij het voorbeeld van Commune AI. Heb ik eerst op 1,44 ingekocht. En dan zie je dat ik na 12 dagen later weer bijkoop op 88 cent. Het is eigenlijk helemaal niet zo heel moeilijk. Je hebt gewoon vertrouwen in een project. Je ziet dat de prijs verder aan het dalen is. Tot de inkooptargets die je voor jezelf bepaald hebt. En dan koop je gewoon bij uh, met het geld wat je geparkeerd hebt aan de zijkant. Nou. Hier zijn een aantal in inkooptargets. Dit is ongeveer ja, 40-50k aan uh, crypto wat ik heb bijgekocht in deze periode. Dan gaan we nu kijken naar de rest van de portfolio. Dan zien we dus dat er nog 40.000 dollar geparkeerd staat. Dus die, staat, die zit niet in de markt. En dat is dus ongeveer een 22% aan uh, cash die nog niet gebruikt wordt momenteel. Staat wel een gedeelte van al in orders. Dus komen we nog op lagere levels, dan zou ik dat ook in de markt zetten. Maar dan weet je gewoon hoe dat eruit ziet op een moment als dit. Want... Heel vaak wat, wat mensen dan gewoon doen is dan laten ze het lijken alsof het altijd mooi weer is in de, in de crypto-markt. Maar je ziet gewoon, als je gaat kijken naar bijvoorbeeld deze portfolio, dan zie je dat het best wel volatiel kan gebeuren allemaal. We gingen niet zomaar van 220k naar uh, 175k. Dat um, kan gewoon best wel pijn doen. Oké. Okay. Nou, wat ik nu wil doen is ik wil even een aantal projecten met je gaan bespreken die we recent hebben toegevoegd. En uh, mijn visie voor... Uh, hoe de markt er momenteel bij ligt, nog even verder met je bespreken. Kijk, feitelijk, um, de visie is samen te vatten in een heel simpele filosofie, dat wanneer je lagere levels begint te bereiken, dan ga ik gewoon mijn exposure verhogen. En dan zul je dus zien dat, stel voor we komen helemaal richting die 40k, dat ik misschien zelfs 90, 95% in de markt ga zitten, omdat ik zoveel aan het bijkopen ben. Nou, gaan we dan daardoor heen. Jammer dan, dan heb ik een, uh, een verlies gemaakt, maar... Zo hoort dat er nou eenmaal in investeren. Dat wanneer je ergens in gelooft, dat je dan uh, een risico neemt. En dat risico dat ben ik comfortabel om te nemen. Dat is in een notendop mijn strategie. En laten we nu even gaan kijken naar een aantal projecten die het goed hebben gedaan. Als allereerst Link. Dit was een call die we gegeven hebben in de premium omgeving. We hebben gewoon lekker verdiend in deze afgelopen periode. Op het moment dat momentum er weer, bij, er weer bij komt, dan zul je zien dat we nieuwe projecten beginnen te callen. Dus hier Link. Hele mooie trade, werd hier gekald op 13.69 en uh, heeft momenteel TP2 geraakt en uh, is onderweg naar Take Profit Target 3. Daarnaast hebben we een andere trade hier gedeeld, dat is Ondo. Ook heel simpel, uh, gewoon een langere periode zijn waar het is prijsactie. We breken naar buiten toe, we zien dat Bitcoin op de low zit, dus dan kan je gewoon weer nieuwe exposure nemen. En ja, dit was een hele nette trade. Die ook over het weekend uitgespeeld heeft. Dus gefeliciteerd aan iedereen die het heeft mee kunnen pakken. Wil je nou dit soort trades ook mee kunnen pakken? Check dan gewoon even de link in de beschrijving. En uh, dan kun je ook 14 dagen voor 1 euro de premium Discord proberen. Kun je ook dit soort trades meepakken. En uh, winst maken op het moment dat iedereen op zijn handen aan het zit is.